Waarom komt er geen uit? Oeh! Ah! Zo mensen, welkom terug bij een nieuwe video. Welkom terug bij een nieuwe aflevering van Niet te Vreten. De serie waarin ik langs ga bij mensen bij wie hun ouders niet kunnen koken. Vandaag is Mike aan de beurt. We zijn in Wassenaar, want zijn moeder Joya kon dus blijkbaar niet koken. En blijkbaar kan ze dus geen chili con carne koken. En daarvoor ben ik hier, je masterchef Han Wee. Wat is chili con carne? Hé hey man, is het eten van jouw ouders nou ook niet te vreten? En wil je dat ik bij jou kom koken? Meld je dan meteen aan via de link in de beschrijving. Een hele goede middag. Mijn naam is André. Als het goed is, bent u Joya? Ja, dat klopt. Nou, dan heb ik heel goed nieuws voor u. U heeft een prijs gewonnen. Ik ben Joya. Ik ben de moeder van Mike. En ook van Quinn en Indy. Ik was blijkbaar iets te onbeleefd tegen moeders vorige keer. Dus hoe wilt u dat ik u aanspreek? Nou, alsjeblieft met je. Met je, oké. Got it, mensen. Maar goed, ja. Ik denk dat u het al weet. U kon blijkbaar niet koken. Volgens mij zit Mike hierachter. Klopt dat? Oh, heeft hij het al verteld? Ja, hij zei dat hij me ergens voor had opgegeven. Ik belde dus aan en de moeder wist gelukkig al dat ze mij kon verwachten. Dus dat scheelde. Dus dat vond ik wel lief van Mike. Kijk jongens, zo moet je dat doen. Vertel het je moeders, anders weten ze niet dat ik eraan kom en dan hebben we een probleem zoals vorige keer. Ik kom voor de rijst. Rijst? Mag ik binnenkomen? Ja. Kom binnen. Dank je. Oké, we zitten op dit moment dus hier met het hele gezin. Mike, jij hebt je moeder opgegeven, toch? Ja. Ik had meegedaan omdat ik het gerecht van moeder heel vies vond. Dus ik wou eigenlijk dat ze het minder vaak ging maken. En wat kookt ze? Chili con carne. Ik heb het hele gezin hier tegelijk, dus zijn jullie het daarmee eens of? Ja, nee, ja ik ben het ermee eens. Ja, ik begreep inderdaad dat Mike de chili niet zo lekker vond voor mij. Volgens mij, niemand vindt het hier lekker. Maar hoe is het gerecht dan toch ontstaan, zeg maar? Ja, mijn moeder maakte het eigenlijk altijd vroeger. En ik vond het super lekker. Nu ben ik wel benieuwd, hè? Zou ik het anders zelf kunnen proeven? Ja, je mag het wel proeven. Oké. Ja, ik ga het maken voor je. Let's go. Nu mag de tron. Staat niet in de keuken, maar helemaal daar. Hier, deze magnetron die is kapot. Oh, je hebt twee magnetrons? Ja, maar daar werkt hij nog, dus we warmen het altijd daarop. Maar jullie denken niet van, ai, laten we die switchen? Nee. Ik ga straks dus het gerecht van je moeder proeven. Chili con carne. Wat vind je daar nou echt, zeg maar, vies aan? De bruine bonen. Ik vind de bruine bootjes die erin zitten vind ik heel vies. En de groentes die erin zitten ook. Nou, hier is die. Eerlijk zeggen, want ik heb er echt mijn best in gedaan. Ik ga super eerlijk zijn. Echt heel eerlijk. Maar ik vind hem niet lekker, maar ik vind hem wel heel erg lekker. Ik ook. En zij ook. Oh, wees wel. Joep is wel, oké. Dus dit zijn die bonen? Ja. Ja, die vind ik lekker. Oké, ik ga gewoon één keer een grote hap nemen dan. Lekker? Ik zeg je heel eerlijk, het is beter dan de vorige. Kijk. Het was de chili con carne, het was beter dan de rode bietjes, vorige aflevering. Maar... Ik zou het kunnen eten als ik echt heel hongerig was, maar ik snap waar hij vandaan komt. Ah, alle liefde die ik erin heb gestoken. Zit er van, hij is koud. Echt? Ja. Maar goed, het gaat er niet om wat ik ervan vind. Jij vindt het goor. Wil je nog een keer proeven? Nee, dank je. Oké, duidelijk. Dus ik ga vandaag iets lekkers voor je koken. Of misschien met een beetje hulp van moeders, want ik ben niet de beste chef. Maar ik ga het proberen. Wow, opeens heb ik het hangen schort aan. Daar gaan we dan. Is de keuken wel hier of zit die ook daar? Nee, hier. Okay. De keuken zit wel hier. Nou, jullie zullen vast heel benieuwd zijn wat we gaan maken. Daarvoor heb ik dit blad. Vandaag gaan we maken gebraden soezijzen met bloemkool, snijboontjes en mango salsa. Hou je daar een beetje van? Weet je wat dat is? Het vlees. Het zag er wel heel lekker uit, dus ik dacht wel dat het lekker zou smaken. Zoals jullie zien, achter ons staan alle ingrediënten klaar. Maar er mist één ingrediënt. Boom! De rijst. Zonder rijst kunnen we natuurlijk niet koken, dus hier hebben we de rijst. En zoals, ik weet niet, hebben jullie vorige aflevering gezien? Heb ik gezien. Top! Dan weet je ook dat ik zeg maar zelf niet al te veel doe. Daar gaan we vandaag verandering in brengen. Yes! Maar toch mag jij als eerste de boter verhitten. Nou, ik... verwachten dat hij zou komen koken. Ja, Hanwee was wel heel goed in het geven van opdrachten eigenlijk. De runders zijn ze braden en die moeten goudbruin worden. Dat zijn twee opdrachten, hè? Tada, dat gaan we doen. Waar zit de boter?
Wat jij mag doen, jij mag onze mango die we hier hebben. Moet je mango wassen? Nee, toch? Nee, snijden. Jij mag de mango snijden. En ik ga ondertussen even snel iets doen. Ja, hé, wacht even. Hanne, jij zou toch koken? Mike en ik werden aan het werk gezet en toen rende hij zelf weg. Ik geloof dat hij naar de trampoline ging of zo. Wow. Wow. Oh, dat is belangrijk. Nou ja, hij was weg, ja, want hij wou het denk ik zelf gewoon niet klaarmaken. Oké, jongens, zoals jullie zien, ik schud de rijst goed voor gebruik. Dat is het nodig volgens mij. Hey, zal ik een salto proberen? Nou, ik heb die rijst even wakker geschud. Oké, mooi. Oh, jij zit een mango te snijden. Ja, ik snijd voor. Ik snijd. Ja, top, oké, maar fix jij dat maar. Dan ga ik nu de rijst koken. Dit is mijn specialiteit. Dit kan ik wel. Rijst in de pan doen. Kijk, weer mijn pannetje gooien. Rijst duurt in de pan. Rijst, ik doe het in die pan. Puur, nasty, linkerpan. Dan moeten wij ook nog de snijbonen en bloemkool in 5 minuten koken. Moet je deze wel wassen? Ja, ik denk die wel. Je hebt helemaal niks aan deze. Ik denk die wel. Ik stel nu een vraag, ja? Oké. Okay. Ja. Wat zou het zonder moeders moeten? Het staat ook een voorgesneden bakje. Oh, dat zijn deze. Yeah. Bam! Zo snij je snijbonen, mensen. Deze hoef je niet te wassen, toch of wel? Nee. Vooral toen ik de rijst in een pan, uit de pan, in het vergiet ging doen, had ik alles onder controle. Mensen, dit komt helemaal goed. Wat, is die rijst waar? Hier komt hij dan. Oh shit, ik ben echt bang voor jouw handen. Oh, zet hem gewoon neer. Wacht. Goed, komt goed. Waarom komt er geen rijst? Oeh! Oh! Precies hoe ik het had voorspeld. Ik geloof niet dat het helemaal de bedoeling was dat het zo ging. Of hij heeft het misschien niet vaker gedaan, ik weet het niet. Tada! Nee, ik vind het knap. Alright. Applausje. Het ging wel goed. Hij kon zelf eigenlijk niet zo goed koken. Oké, we gaan de snijbonen proeven. Ah! Oh, dit! Nee. Zij. Ik vind ze wel goed. Ja. Heet? Jeetje. Wat prank. Een lekker leven. Ja, limoen is moeilijk uit te knijpen. Ga jij borst snijden? Wil je borst snijden? Ja. Oké. Ze moeten zo eruit gaan zien. Ik moest het vlees een beetje in schuine stukken snijden. Want ja, ik weet niet waarom eigenlijk. Oh, hebben we niet meer kommetjes nodig? Nou jongens, zoals jullie zien, ik heb hier de belangrijkste taak. Ik zit de rijst mooi te maken in een cirkel. Eerlijk, dat is wel mooi zo in een cirkel. Staat wel, ja. Ja, toch? Ja. Ja, kijk, mijn overgrootopa in China. Die, ja, weet ik veel wat ik moet zeggen. Ik ben helemaal niet goed in verhalen verzinnen. Oké, het eten is klaar. We hebben samen gekookt. Wat vonden jullie van mijn kookkunsten? Toch wel oké. Wel voldoende. 5,5. 6. Oh, 6. Let's go. Oké, daar gaan we voor. Nou ja, wat vind jij van? Ik vond het ook wel goed. Kijk jongens, daarvoor ben ik hier vandaag. Maar goed, het eten staat klaar. Laten we niet koud laten worden, dus laten we eten. Laten we niet koud laten worden, laten we eten. Zullen we maar gewoon gaan eten? Dit is het eten wat wij hebben gekookt. De chili con carne staat intussen al in de hoek. Stout als straf. De hoek in. Maar goed, dit is het eten. En ik zeg, laten we proberen. Die chopper. Dat is geen chili. Lekker, Mikey. De mango is lekker, met limoen. Top, die had ik gemaakt. De mango, die verraste me. Ik dacht mango in een gerecht. Ik dacht eerst van, gaat het wel lekker zijn? Maar ik vond het surprisingly lekker. Maar er komt natuurlijk de belangrijke vraag. Mike, vind jij het lekker? Want jij hebt mij natuurlijk hier opgeroepen. Ja, ik vind het heel lekker. Ik vond het wel spannend hoe ze het gerecht ging proeven. Want ik wist niet zeker of ze het lekkerder zou vinden dan die chili con carne. Yes! Goed gelukt dus. Mijn hart is weer compleet. Dus gaat de chili vervangen worden door... Nou ja... Hij gaat niet helemaal van de kaart, maar dit komt er wel in elk geval bij. Nou, de chili con carne ga ik denk ik iets minder vaak maken vanaf nu. Nou mensen, als jullie dit zelf thuis ook willen koken, het recept staat gewoon in de beschrijving. Linkje staat beneden.
En als je nou ook wilt dat ik bij jou thuis langskom, want jouw moeder of vader kan ook niet koken. Dat kan heel makkelijk. Stuur een selfie met een pak glasje rijst naar mij via DM. En wie weet kom ik binnenkort wel bij jou langs om bij jou te koken.